Yo, wat is Gucci motorrijders en andere mensen? It's your boy, Fayamiro. En ik ben onderweg naar de dokter. Ik heb al een tijdje last van mijn vinger. Ja, jongens, nee. Niet van die stomme vrouwen grappen gaan maken nu. Ja? Jongen. Ik kan ook nooit gewoon iets normaals zeggen hier. Nee, maar ik heb waarschijnlijk dus een splinter. Ja, in mijn vinger zit het net achter mijn nagel en het voelt een beetje pijnlijk al een paar dagen. Ik denk dat het aan het ontsteken is, dus ik heb gebeld of ik langs mag komen en dat mocht. Even kijken, hoe laat is het? Zijn we nog op tijd? We zijn nog op tijd, jongens. Even kijken, nee, we waren een soort van op tijd als we nu op de goede plek waren. Het is nu precies tijd en ik ben op de verkeerde plek. Hier is mijn tandarts en niet mijn huisarts. Kijk, Vensterpolder. Hoe kom ik bij Vensterpolder? Die kant op. Ik heb echt te doen met alle ondernemers, man. Inclusief mezelf, maar gelukkig heb ik nog een fulltime baan naast mijn ondernemerschap. Maar zoveel ondernemers die nu echt op het randje van kapot staan gaan of daar al overheen zijn. I feel you guys, I feel you. Let's go, go, go. Het is nu ook nog heel spannend aan het worden met het virus. En we zitten nu al in een volledige lockdown. En als we zo meteen nog meer maatregelen hierbovenop moeten gaan krijgen, nou, dan mogen we ons huis gewoon helemaal niet meer uit. Dan mag je straks niet eens meer ademen. Even kijken, ik moet hier rechts, ja. Het is gelukkig niet zo ver uit elkaar. Yeah. Ah, yeah. Oké, cool. Dan ga ik hier even naar binnen. Guys, I see you in a bit. Even het woonkapje opdoen. I'll see you later. Yes, y'all. Nou, met lichte regen ben ik onderweg weer. Ik ga even langs bij mijn moeder, want ik heb op haar adres iets besteld. Een verlichtingsbalk voor de aanhanger. En dan bedoel ik de aanhanger van de motor. Maar die is nooit aangekomen, terwijl op de DHL-site of op de bol.com-site staat dat die is bezorgd. Dus ik ga even nog een keer goed kijken in haar brievenbus. En anders daar vandaan even bellen met de webshop en daarna met de bezorgservice, want ik wil gewoon mijn pakketje. De winkels zijn ook dicht, dus ik kan niet even snel ergens een andere halen. En ik heb het toch wel nodig. Dus als ik hem gewoon kan ontvangen, zou fijn zijn. Ja, het wordt de komende tijd wordt het nog wat kouder. Nou, het zijn nu de hele tijd zachte temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar dat is nu wel over, hebben ze voorspeld op het nieuws. Ik rijd nu vaak gewoon met een t-shirt en een jas eroverheen, zoals nu dus. En dan wel mijn motorbroek en mijn motorlaarzen. Maar vanaf nu moet ik me echt nog beter gaan kleden. Alle voeringen erin. Dus dat. Hi peeps, ik zie jullie zo meteen weer. Yes. Nou, je ziet het, we zitten in de regen. Het wegdek is weer lekker nat. En het komt weer uit de hemel vallen. Maar het is nog steeds een beetje zeikerige regen. Het is nog niet echt regen waarvan ik kan zeggen van oké. Hieraan kan ik echt zien hoe goed het water wel of niet van mijn vizier afvalt. Dus we moeten er nog steeds even op wachten. Zodat het een keer echt goed gebeurt. Het liefst op een korte rit natuurlijk. Hé, hey, dat is een oom van me. Met die bus. Even kijken hoe het met hem is. Oompie van Wakka. Hoe gaat het met u? Lang niet gezien. Goed aan moeder en vader. Ja, doe ik. Oké. Okay. Ja, zo gaat dat. lang niet gesproken. Even kijken!
weer de weg op. I'm driving home for Christmas. Dat is mijn favoriete kerstnummer. Ik zou heel graag met jullie nu vibe op het hele nummer. Maar dat kan niet, hè? Copyright claims anders van YouTube. Dus kan je die steeds maar een klein stukje laten horen. Anders krijg ik ruzie met de YouTube monetization. Wild of Food. Het is een concept hier in Amsterdam Zuidoost waar verschillende keukens uit verschillende werelddelen bij elkaar zijn. Ik ben benieuwd hoeveel van die ondernemers zo meteen nog leven. Na de lockdown. Eind dit jaar, eind komend jaar ergens denk ik. Oh, ik heb mijn knipperlucht nog aan. Echt lelijk. Traag. Mattie, het is hier een 70 weg. Ik kan me voorstellen dat mensen hier rechts willen inhalen als je zo rijdt hier. Ja hoor. Highway, here we come. Yes. Woep, woep. Maar ik ben in ieder geval blij met het pinlockvizier wat ik in mijn helm heb. Want ik heb het vroeger wel eens ervaren. Als je dan een vizier had zonder pinlock en het geregende, dan was je echt de sjaak. Het was of je zag niks, of je zette je vizier open en je liet alle kou en water binnen. Dat was echt... allebei geen pretje. Pinlock vizier bevestig je aan de binnenkant van je vizier. En dat maakt een dubbel laagje. Ik weet niet precies hoe die theorie werkt, de techniek erachter. Maar in ieder geval door die dubbele laag krijg je dan geen condens aan de binnenkant van je vizier, waardoor die beslaat. Dat is wel echt een must hoor, als je in de regen wil rijden. Of in de kou. Of... soms gebeurt het ook op andere momenten dat die gaat beslaan. Het is wel een beetje aan het regenen nu. En ik merk aan het vizier, aan de helmfolie, dat hij inderdaad wel heel makkelijk de druppels eraf vanaf laat rollen. En zeker als je de truc gebruikt van je helm een klein beetje schuin houden. Zo, bam. En de andere kant op, bam. Ja, die truc kennen jullie misschien niet. Maar als je je helm gewoon echt een klein beetje draait, niet eens een kwartslag, gewoon bam. Zo'n beetje als dit. Het is zo dat windeffect wat het water meteen er vanaf laat vliegen. Dus die truc in combinatie met deze helmfolie. Topper. Eentje voor de geschiedenisboeken. Vergeet niet dat je nog steeds kans maakt op een gratis Pfizer Shield. Kijk naar deze video. En dan zie je precies wat je moet doen om te kunnen winnen. Ik rijd veel te hard. Ik ging even 95 in de 80 trajectcontrole. Dus we gaan even rustig aan doen nu. Knipperlichtje naar rechts. Bam, ontspannen niveau. Even damage control doen op 70 mpu. En vergeet niet guys, via transport is een ding tegenwoordig. Ik doe verhuizingen en transport van motoren en scooters. Dus mocht je gestrand zijn of vervoer nodig hebben vanaf naar de garage. Or something else. Don't let me know in the comments below, but write me a DM on Instagram. En dan komt het helemaal voor de bakker. Ik denk hier altijd als ik die afslag gepakt heb, dat de trajectcontrole al stopt. Maar dat gebeurt hier pas, bij deze witte strepen. En terwijl het hier lekker verder regent, guys, ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem vet, geef hem een dikke blauwe duim omhoog. Ben nog niet geabonneerd op het kanaal, doe het vandaag. En dan zie ik jou graag weer in de volgende video. Ik zag net een beetje een rook uit de bleed komen. Zien jullie het? Volgens mij kan je het op camera niet zo goed zien. Maar ik hoop dat het gewoon stoom is. Van onderdelen die heet worden. Kijk, hier zie je het. Onderdelen die een beetje heet worden en die dan stoom afgeven. We hopen dat dat het is, jongens. Zien jullie het? Dat ruikt ook niet verbrand of zo naar verbrand rubber of iets. Ja, er zit al die kappen voor, dus ik kan het niet zo goed zien ook. Nou, ik ga er vooralsnog even vanuit dat het stoom is. Ik start hem weer als het droog is buiten, dan kunnen we kijken wat het is. Wil jij kans maken op een gratis Pfizer Shield? Pfizer Shield is een helmfolie die je helm beschermt tegen krassen,
en waterafstotend is, waardoor je minder last hebt van regendruppels op je vizier. Je kan meedoen door Fayamiro te volgen op Instagram, Pfizer Shield te volgen op Instagram en Pfizer Shield te taggen onder dit bericht. Dit is de Fayamiro Giveaway in de Giveaway. Jingle bell, bell, bell.